Bij kolencentrales denk je eerder hieraan dan hieraan. Toch wordt er in sommige kolencentrales hout bijgestookt, zogenaamde biomassa. Het bijstoken van dit soort biomassa in kolencentrales is een van de mogelijke manieren om de CO2-uitstoot van die centrales naar beneden te brengen. Maar er is wel heel erg veel discussie over. Het kabinet gelooft in het bijstoken van biomassa en subsidieert dat. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil daar nu zo snel mogelijk mee stoppen, de PvdA voorop. Wat hier biomassa heet, dat is in feite gewoon een houtsnippersubsidie. Dat zijn bomen die worden gekapt in Canada. Die gaan op een boot, gekapt en versnipperd. Die komt hier aan de haven van Rotterdam. Dan worden die snippers die worden uitgeschept. En die gaan in de kolencentrale. Daar geven wij miljarden aan uit. Dat noemen we dan duurzame energie. Nee, want wat bedoelt de PvdA, denkt u, met houtsnippersubsidie? Ja, het klinkt een beetje als een soort stemmingmakerij. Die ik ook wel kan begrijpen, gegeven de discussie die er over biomassa bijstook is. Maar noem het beestje maar gewoon liever bij de naam. Biomassa. Biomassa. Hoe noemt u dit het liefst? Biomassa of houtsnippers? Ik noem het liefst biomassa, wat we nodig hebben voor de energievoorziening en de reductie van de CO2. Als ik goed kijk, is dit volgens mij zaagsel. Want dat heb ik thuis ook in de kooi van de cavia's zitten. Dus volgens mij is het dat. We spreken wel met D66 en de VVD, maar vandaag wil de PvdA er niets over zeggen. Het toont de gevoeligheid van het onderwerp aan. Biomassa wordt beschouwd als duurzame energie, omdat bomen CO2 opnemen. En bij het verbranden diezelfde hoeveelheid CO2 weer vrijkomt. De uitstoot is dan nul. Dat is uiteindelijk een politieke knoop doorhakken. Laten we dit maar duurzaam noemen en dit niet. Is er dan ook echt iemand die gaat tellen hoeveel bomen gekapt worden, verbrand worden en hoeveel er weer opnieuw worden geplant? Nou ja, er is wereldwijd zijn natuurlijk afspraken gemaakt en daar telt ook bebossing in mee. Dus ja, dat gaat wel worden bijgehouden. Maar ja, hoe waterdicht zo'n systeem is, is natuurlijk één. En twee, het blijft zonde van 4 miljard die wij aan subsidie aan Canada geven. De PvdA eist nog meer van minister Kamp. De coalitiepartij wil, net als een meerderheid van de Kamer, dat op termijn alle kolencentrales dichtgaan. Omdat het bijstoken van biomassa meetelt voor het halen van klimaatdoelen, heeft Kamp die centrales juist nodig. We hebben bijna de nieuwste centrales van Europa. De vraag is, waarom zouden we die in zo'n hoog tempo moeten sluiten? En als dat niet nodig is in het kader van Europa, laten we dan kijken hoe we het zo schoon mogelijk kunnen doen. En daar is biomassa een uitstekend onderdeel van. En als u een fles wijn mag inzetten op wat Kamp nu gaat doen, wat denkt u dan? Ik ga ervan uit dat hij niets gaat veranderen aan de huidige situatie en invulling geeft aan het energieakkoord. Dat lijkt me prima. Dus dat de kolencentrales blijven bestaan en de bijstook van biomassa ook? Ja, dat lijkt me heel verstandig. Het kabinet blijft in biomassa geloven. Maar over het sluiten van kolencentrales zijn PvdA en VVD het nog steeds niet eens. De PvdA probeert aan te sturen op de sluiting van de oudste kolencentrale, die in Amsterdam. Wat D66 betreft krijgen we die brief vandaag liever dan morgen. Maar wat natuurlijk belangrijk is, is dat er voor het einde van deze kabinetsperiode duidelijkheid komt. Voor al die mensen die er ook mee te maken hebben. We houden elkaar natuurlijk ook wel een beetje gevangen in een discussie als daar geen eind aan komt. En dat is wel een probleem, denk ik.